Australië is heel hip op dit moment. Breda Nu. Je weet het meteen. Ben jij helemaal verliefd op Australië? En zou je er graag stage willen gaan lopen of er voor je studie tijdelijk willen wonen? Maar wil je toch nog wel wat meer informatie? 24 februari was er in Café Walkabout een informatieavond voor mensen die daar toch graag wat meer over wilden weten. We zijn hier vandaag in de Walkabout. En wat staat er nou vandaag allemaal op de planning? Nou, Walkabout is natuurlijk een authentiek Australisch eetcafé. Heel het eetcafé straalt eigenlijk Australië uit. En er zijn natuurlijk... Australië is heel hip op dit moment. Heel veel mensen gaan op vakantie, willen stage lopen, willen gaan werken, een tijd wonen. En als je dit al hebt, zeg maar, als je al heel de ambiance hebt, waarom zou je dan googlen? Als je ook, terwijl je Australische gerechten eet en Australische biertje neemt, alvast de sfeer proeft, de juiste mensen zijn aanwezig. Information Planet, Dutchies Travel. Die zijn allemaal gespecialiseerd in het reizen, stage lopen, werken in Australië. Dus alle partijen kunnen je informatie en inspiratie geven in de juiste ambiance, in de Australische sfeer. En dan gaan jullie straks ook nog eten, heb ik gehoord. Zijn er allemaal Australische gerechtjes die hier ook gegeten zouden kunnen worden? Ja, dus speciaal voor deze informatieavond, voor deze reisavond, hebben we eigenlijk een walking dinner menu opgezet met Australische gerechten, typische Australische snacks, zoals de meat pie. Het land Australië. Wat maakt Australië nou zo mooi? Ik denk met name de diversiteit. Het is zo gigantisch, dus je kunt er echt alles vinden. Prachtige kusten, woestijn, regenwoud, wildlife. Ontzettend veel dieren die je nergens anders hebt. Of ook wel, maar ja. Maar wat zou je nog tegen de mensen willen zeggen om ze toch naar Australië te lokken? Heel kort, even een pitch. Nou ja, als je van avontuur houdt en van natuur, mensen. Van die hele relaxte, laidback mensen, ja, dan is Australië echt je land. Het is een land wat alles heeft en dus voor iedereen, zelfs sneeuw. Als je niet van de warmte houdt, maar van de kou, kun je er gaan skiën en snowboarden. Dus van alle markten thuis, ja. Ja, dat, en ik vind vooral ook de mentaliteit super fijn. Het is allemaal een stuk minder gehaast dan in Nederland. En het weer. Dat, ja. Alles. Ja. Breda Nu. Je weet het meteen.